Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Auto in Dumei en Smitservice Rotterdam. Surplus op TV Rijnmond, de vijfde aflevering van de in totaal zeven die wij maken over de Rabobank Zesdaagse van Rotterdam. Vandaag met een oude traditie, oftewel Ahoy op zondag. En weer een spannende koppelkoers. Maar we beginnen met een nieuw onderdeel op het zesdaagse programma, de Supersprint. In een omgekeerde afvalrace strijden de snelle mannen voor de punten. Wie na 20 ronden de eerste tussensprint wint, is de winnaar van het onderdeel en stopt met rijden. Daarna wordt er om de 5 ronden gesprint voor de andere ereplaatsen. Waarna het hele peloton bij de vierde sprint voor de overige plekken rijdt. Een spectaculair onderdeel, al zijn niet alle renners er even blij mee. Het is wel een lastig onderdeel. Want, als je meesprint de eerste keer, dan moet je ook zeker wel dat je hem gaat pakken. Want als je tweede wordt, dan heb je een sprint voor niks en dan kun je het opnieuw doen. En als je tegen zit, dan word je 3 keer tweede en dan heb je nog niks. Dus het kan een heel zuur onderdeel zijn. Het duo Jens Maurits, Franco Marvulli heerste de afgelopen dagen op de Supersprint. Zij wonnen de eerste 3 edities, maar worden nu afgetroefd door Danny Stam en Juri Havik. Maar ondanks de overwinning is Stam niet erg te spreken over het nieuwe onderdeel. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet zo heel enthousiast over ben. Ja, ik denk dat het voor het publiek een vrij ingewikkeld onderdeel is. En ik denk dat we juist moeten proberen om het voor het publiek zo begrijpelijk mogelijk te maken. En het is natuurlijk heel raar dat als je een sprint wint, je bent eruit, maar je hebt wel gewonnen en dat de koers nog verder gaat. Zeg maar, op het eind van de avond zie je gewoon dat niet altijd alle koppels even gemotiveerd nog zijn. En op deze manier, de jongens die hier achterin het klassement staan, ja, die hebben daar eigenlijk niet zoveel te winnen of te verliezen. En op deze manier draai je eigenlijk alles om. Als je niet wint is het een kut onderdeel, maar als je wel wint is wel goed. Maar ja, kijk, je moet natuurlijk al echt 1 keer heel hard sprinten en als je bijna 40 bent is dat lastiger om in 1 keer diep te gaan dan als je jong bent. Nou ja, dat zeg je, als je wat ouder bent dan duurt het wat langer voordat je alles op gang hebt. En jonge jongens die springen ook eerder uit hun bed en dan rennen ze naar de wc toe. Ja, en bij opa duurt het wat langer. Gaat het een belangrijke rol spelen, denk je, dit onderdeel, of is het gewoon als alle onderdelen? Nou, er zijn toch redelijk wat punten te halen, dus het gaat altijd een belangrijk onderdeel zijn. Maar de koppelkoers zal altijd het belangrijkste blijven. Dus als het vandaag gaat met winst, dan is het prima zo'n supersprint. Ja, daar mag iedereen blij van maken. Tussen al het snelle zesdaagse geweld is er ook tijd om een oude traditie in ere te herstellen. Want wie is er niet opgegroeid met Ahoy op zondag? Van 1972 tot 1987 zat het Rotterdamse Sportpaleis op winterse zondagen regelmatig bomvol met wielerliefhebbers. Dit keer werd voor Ahoy op zondag de baan vrijgemaakt voor jong aanstormend talent. Ja, het is toch wel spannend, want je hebt nog nooit voor zoveel publiek gereden. Ja, het is op zich wel bijzonder om in zo'n sporthal te rijden. En ja, dan vooral tussen het programma door als er veel mensen zijn. Ja, zeker al die mensen. Het is best wel speciaal natuurlijk voor mij. Het wielrennen was zo populair, ja, vooral de Zesdaagse van Rotterdam. Toen hebben ze daarnaast de Ahoy op zondag georganiseerd. Om de renners die eigenlijk niet de kans kregen om Zesdaagse te rijden, dat er zoveel animo was, ook bij de renners, dat ze dus de Ahoy op zondag georganiseerd hebben. En er was veel belangstelling voor. Ja, het is heel leuk en het is ook, je kunt meer leren en zo en je kunt prof zien en zo. Het is heel leuk. Want normaal moeten we in het voorprogramma, omdat wij zeg maar... Ja, hiervoor wordt niet de wedstrijd georganiseerd. Ja, het is leuker om
tussen het programma doordrijven, want er zijn altijd meer mensen. Nu is het Ahoy op zondag voor de jeugd in Nieuweringen, dus mooi om mee te maken. Steeds meer jonge renners kiezen voor een carrière op de weg. Dus hoopt de organisatie van de Zesdaagse de talenten op deze manier weer enthousiast te krijgen voor het baanwielrennen. En zo'n vol sportpaleis draagt er natuurlijk wel aan bij. Ja, heel erg van genoten. Het is heel leuk, alleen het is wel heel warm hier. Ze mogen even de airconditioning aanzetten of een ventilatortje ophangen. Ja, een hele grote ventilator dan. Voor Bedien. Ja. Ja, ik hoop wel dat het elk jaar is, want het is natuurlijk wel mooi om mee te maken voor de renners. Het is moeilijk om de jeugd verlies te krijgen op de baan, terwijl de publiciteit vooral over de weg gaat. En wat doet de jonge renner? Die vindt het leuk om in de publiciteit te komen, in de krant te staan of weet ik wat, of aandacht te krijgen. En die aandacht ligt voornamelijk op de weg. Dus kiezen ze toch veel makkelijker op de weg. Ja, weg daar is gewoon leuker, vind ik. Ja, al die rondjes, dat is altijd apart. Van de jeugd naar de man die afscheid neemt. Danny Stam kan uren praten over zijn liefde voor het baanfietsen. Samen met Robert Slippens was hij erbij toen de Zesdaagse in Ahoy nieuw leven werd ingeblazen. Na hard werken van, ja, ik denk organisator Frank Boulay, Michael Seilaert en iedereen die het mogelijk gemaakt hebben om de Zesdaagse van Rotterdam weer terug op de kaart te brengen. Ja, Robert en ik waren ondertussen gearriveerde Zesdaagse renners, ja, en wat heb je dan liever om dan weer terug te keren in het wel zo bekende Ahoy. En dat was in 2005 het geval. We gingen daar gelijk als topfavorieten van start en ja, ik weet dat ik nog nooit zo nerveus geweest ben als de eerste Zesdaagse van Rotterdam. Uiteindelijk, ik weet niet eens meer precies hoe we gewonnen hebben, maar ik weet dat we aan het eind van het liedje gewonnen hebben en ja, dat het een te gekke ervaring was om samen met afscheid van Leontien van Moorsel en de Zesdaagse van Rotterdam daar alles weer terug op de kaart gezet te hebben. In de derde koppelkoers van de avond is het vanaf de start raken. Duo Bartko-Lichthart heeft al 2 ronden voorsprong als ze weer in de aanval gaan. Op zoek naar de leiding in de wedstrijd krijgen ze gezelschap van de koppels Keijzer Terpstra en Maurice Marvouli. Marvouli die nog mee aanpikt, gaat hier Lichthart in de baan komen voor Lichthart en Bartko. Voor natuurlijk Valk.com Ridderkerk. We gaan zien dat de koppels Keijzer Terpstra, Maurice Marvouli nemen een ronde, maar aan de leiding Lichthart Bartko helemaal alleen. In de laatste ronde strijden Bartko en Lichthart met Hester Marcus voor de zegen. De ronde, daar komt het gevecht tussen Bartko en de jonge gozers Hester en Marcus. We kijken op de streep. Overwinning heeft voor Bartko. Winst dus voor het Duits-Nederlandse duo die in de top van het algemeen klassement geen rol van betekenis spelen. Daarin pakken Jens Maurits en Franco Marvouli de koppositie terug van Danny Stam en Juri Havik. Zij staan nu derde. Het RTV Rijnmond-koppel, Kreder Boskamp, valt een plekje terug met een achterstand van 12 ronden op de koplopers. En tot zover Zuurplas voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanuit Ahoy met alles van de Zesdaagse van Rotterdam. Tot dan! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Auto Indumei en Smitservice Rotterdam.